Buikspierkwartier. Ik ben Jamie en ik ga jullie vandaag verzorgen van buikspieroefeningen. We hebben een aantal oefeningen. Het gaat om tijd. Je mag natuurlijk zelf kiezen hoe lang je de oefeningen doet. Wat heb je nodig? Een matje. Als je het niet hebt, kan je een dekentje pakken, een handdoek of een kussentje. Alright, we gaan beginnen met de eerste oefening. Zet je voeten op heupbreedte. Zet ik even de tijd aan. Ga liggen. Armen langs de oren. En dan ga je echt vanuit die buik omhoog. Als je er klaar voor bent, mag je beginnen. Let's go! Een minuutje. En dan wisselen we door naar de volgende oefening. Blijf goed doorademen. Hou vol. Nog een half minuut. Alright. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Alright. Gaan we meteen door naar de volgende oefening. Mag je je benen voor je uitstrekken. Armen naar achter. En dan ga je je benen boven de grond houden. Crunch. Naar je voeten. Rustig naar beneden. Crunch. Naar je voeten. Mag natuurlijk ook je benen buigen vanuit de heup. Crunch. Dus nooit je handen achter je oren. Crunch. Yes. Als je klaar voor bent, mag je beginnen. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Let goed op je ademhaling. Blijf doorgaan. Halve minuut. Nog meer. Hou vol. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2. 1 en los. Alright, de volgende is een beetje dezelfde. Je mag je armen achter je hoofd zetten, ellebogen naar buiten, knieën mogen gebogen. Dan maak je een crunch, trek je je knieën naar je gezicht, strek je je benen uit, boven de grond, hou hem even vast. Yes, als je er klaar voor bent. Mag je beginnen? Zet ik je tijd eraan. Let's go! Trek goed je knieën naar je gezicht. Hou hem even vast boven de grond. Blijf goed doorademen. Hou vol, zit op een halve minuut. Let goed op je ademhaling. Right, nog 10. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Oké. Volgende oefening. Mag je gaan liggen. Handen eventueel onder de billen. Benen uitstrekken. Gaan we omhoog. Mag je je benen omhoog duwen. Zodat je billen net een beetje van de grond afkomt. Weer naar beneden. En omhoog.
letten hierbij ook weer goed op je ademhaling. Mag ook eventueel je knieën buigen, mocht je strekken lastig vinden van je benen. Je kan ook een beetje je knieën naar je gezicht trekken. Alright, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Nou goed, die spanning echt vanuit onderste buikspieren. Hou vol. Halve minuut. Twintig seconden. Blijf goed doorademen. Hou vol. 10, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Alright. De volgende. Mag je voeten naast elkaar zetten. Hak omhoog. Tenen wijzen de lucht in. Handen achter je. Ga je goed op de handen leunen. Naar achter en naar voor. Dit is een makkelijkere variant. Ik kan hem ook iets moeilijker maken. Mag je armen uitstrekken. Naar achter en naar voor. Naar de zijkant, wat je zelf prettig vindt. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hou goed die spanning. Blaas uit. Of je kiest voor een makkelijke variant. Hou vol. Zit op een halve minuut. Twintig seconden. Alright, nog 10. Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Alright, gaan we liggen. Handen achter je hoofd. Ellebogen goed naar achter duwen. En dan gaan we fietsen. Gaan we schuin oversteken naar de knie. En hou goed controle over de beweging. En blaas uit. Alright, zijn jullie klaar voor zijn? 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Blijf goed doorademen. Hou vol. Goed die ellebogen naar achter blijven duwen. Pak je eigen tempo. Alright, half minuut gaan. Hou vol, let op je ademhaling. Nog 10. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Alright. Volgende oefening is de Russian Twist. Mag je met je voeten gekruist. Mag je op de grond houden, is wat makkelijker. In de buikspieren gehangen. En dan ga je vanuit die buik roteren. Hou hem gecontroleerd. Wil je hem iets moeilijker maken? Voeten van de grond. Yes. Als je klaar voor bent, mag je beginnen. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Russian twist. Hou je ademhaling gecontroleerd.
ernaast. Mag ook natuurlijk met je voeten op de grond. Hou vol. Zit op een halve minuut. Blijf doorgaan. Hou echt die spanning op de buik. Mocht je deze moeilijk vinden, kan je ook natuurlijk je handen onder je billen doen. En van hier lekker los. Yes. Alright, als jullie klaar voor zijn. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Blijf goed doorademen. Hou spanning op de buik. Wordt natuurlijk zo. Wat je persoonlijke voorkeur is. Hou vol. Blijf goed doorademen. Zit op een halve minuut. Blijf doorgaan. Let op je ademhaling. Hou vol, 20 seconden. Blijf doorgaan. Let op de ademhaling. Nog 10. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Alright, de volgende oefening gaan we op de handen en de voeten. Handen onder schouders. Voeten. Naar buiten. Mag ook een beetje schouderbreedte, mag ook iets breder, wat je zelf wil. En dan ga je rustig je knie intrekken. Hou goed je core recht. Yes. Mocht je die te zwaar vinden, mag je op je ellebogen steunen, eventueel plank op je knie. Mag je op je tenen, op je knie. En hou hem wel even 5 seconden vast. Nog 5 seconden vast omhoog. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hou vol. Blijf goed doorademen. Mocht je te zwaar vinden, pak je deze. 5 seconden vast. 5 seconden vast. 5 seconden vast. Yes. Hou vol nog 20 seconden. Blijf goed doorademen. Hou vol. Nog 10. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Alright, zijn we aangekomen bij de laatste twee oefeningen. Ik laat hem even aan één kant zien. Dus eigenlijk de laatste oefening. Side plank. Elleboog onder schouder. Ga je op je voeten. Omhoog. Je mag je voet voor of achter zetten als je het prettig vindt. Als je jezelf volhoudt, arm omhoog. Gaan we door de ruimte heen waar je vrij bent. En dan roteer je. Mocht je het lastig vinden, leg je knieën in een hoek. Omhoog, naar voor. Pak je hetzelfde. Dan op je knieën. Halve minuut. En dan wisselen we om van kant. Yes. Zoals jullie klaar voor zijn. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Laatste oefening.
Dus 30 seconden. Hou vol. Mag natuurlijk ook op je knieën. Nog 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Gaan we direct door naar de andere kant. Dus de laatste. Als iedereen klaar voor is. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Blijf goed doorademen. 20 seconden. Nog 10. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Alright. Heel goed gedaan allemaal. Ik wens jullie heel veel succes en veel plezier. Doe het vooral op je eigen tempo, wat wel en niet lukt. En je persoonlijke voorkeur vooral aanhouden. Dankjewel!